Oké, we moeten dus hier naartoe, naar die boom. Oh, hier, daar is die boom. Dit is de boom. Er gebeurt wat. Even kijken wat er gebeurt. Ik ben nu wel benieuwd. Wie ben jij? Dag, lieve jongens en meisjes. Wat super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mario plus Rabbids video. Wij zijn ondertussen aangekomen bij de vierde planeet. Ja, hè? Terra Flora, klopt dat? Jazeker. Knal even op die dikke duim als je dit echt een super vette serie vindt. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Oké, wij moeten naar de immerbloeiboom toe. Ja, maar wacht. Oh, wacht. Dat is hier gewoon al gelijk. Vervloekte, halstarrige tentakel. De twijgbruggen tussen mij en mijn trein zijn zo uitgedroogd als de cake van mijn oma. Ga naar de immerbloeiboom. Daar begint de oplossing. Kanon binnengaan. Zo, leg je die bij je kop. Kijk eens even. Lopen wij ordinair te maaien, zeg. Wij zijn gek geworden. Ja, dan moeten we hier naartoe. Meteen een battle. We moeten gewoon meteen een battle doen. Level dit 18. Is wel pittig. Waarom? Dit is level 18. En wat voor level zijn wij dan? 17. Oh, dan is het helemaal niet pittig. Ja. Oh, wow. Zo, dat is even dikke gigabildklauw dan, hè. Zo, 2, 3 zie ik. 4. Zo, oké. Wij moeten dus iedereen verslaan. Bowser moet ook gewoon gelijk weg. Wat gevaarlijk dit. En boom. En boom. Kijk, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Ja, dit is fantastisch. Kijk eens. Kijk eens even. Die is helemaal gek geworden. Die is zo gek geworden, die Bowser. Oh, dat vindt hij helemaal niet leuk. Oh, nee, daar ligt hij erboven. Dit is niet zo slim, nee. Kijk eens. Boom! Ah, hij staat in de fik! Oh, Bowser staat ook in de fik! Zijn die Bowser niet meer gek geworden? Zag je hem lopen? Wij moeten Bowser heel gauw weghalen, zie je dat? Maar eerst een tackle tegen die giga. Ja, die gaan we eerst even afmaken. Inderdaad, daar ben ik die is echt even een rotzak. Dat is een rotzak, jongen. Eerst is één aan de beurt. Boom! Die is klaar, die is klaar. Boom, die is ook bijna klaar. Boom, die is ook bijna klaar. Oké, Bowser, jij gaat even gewoon hier naartoe. Want jij moet even een beetje kalm aan nu, jongen. Vies druk te maken. Electro Bear moet je even doen. Dat kan niet. Zo, kijk eens even. Wacht even, Peach moet even deze aanzetten eerst. Juist, kijk. Team Barrière, jongens. Dit is echt een cheat, man, in dit spel. Gaan we dit eens eventjes regelen. Hoe we dit allemaal gewoon goed gaan doen. Hoe gaan we dit regelen? Ja, dit is een roze lever, zie je dat? Juist! Boom, klaar! Dit is mooi, perfect. Peach, even zitten. Kijk. Die blauwe is meteen af. Zo, kijk dan eens, ze zitten te spetteren en te spateren. Is dat spetter-spateraanval, dit? Dat lijkt het wel op, ja. Oké, knooi. Kijk eens. Zo. Slim gedaan. Zo. Je hebt slim gedaan. Ja, dat dacht ik. Jij bent echt een topper, ben je. Jongens, jullie knal even op die dikke duim als jullie Noah ook een topper vinden. Want Noah is gewoon een topper, klaar. Gewoon een berichtje sturen op je mij een topper vindt, dat zou echt heel aardig zijn. Dat zou heel aardig zijn. Is dit de laatste? Ja, dit is de laatste. Huh? Hij is gek, hè? Hij is die krijgt een tik, jongen. Dan heb ik jou daar. Hier, ga eens even af, joh. Huppakee. Battle voltooid. Boom. Ik vond het best makkie. Dit was easy, man. Oké, we moeten dus hier naartoe. Naar die boom. Oh, hier. Daar is die boom. Dit is de boom. Dit gebeurt wat. Even kijken wat er gebeurt. Ik ben nu wel benieuwd. Wie ben jij? Oh, dat is vast de geest van de immerbloeiboom zelf. Treed binnen en ga naar de bovenste takken. Ik zie jullie zo, indien jullie waardig zijn. Ja, natuurlijk, oh grote geest van de immerbloei. Dank je, je zult er geen spijt van krijgen. Ja, ik denk... Hier, muntjes volgen. Weet je nog dat ik dat gezegd had? Ja, maar papa, ik durf niet te zeggen of het een sparkjager is. Maar misschien. Ik denk het een beetje. Een beetje, denk ik. Zie ik. Ik wist het wel, hè. Wacht even, wij moeten dus daar naartoe. Naar dat blauwe ding. Probeer eens die buis in te gaan. Dat gaan we nu ook doen. Zie. Boom! Hier, kijk eens. Wij zijn legends. Daar moeten we naartoe. We moeten ergens. Ik denk ook hier. Oh, kijk dan, jongen. Dit is spannend, hè?
En moeilijk. En hebbes. Hebbes. Deze gele hebben we te pakken. Hier moet hij in? Ja. Ja, 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 ja. Kijk, wordt die tunnel bevrijd? Juist. Ah, jongen. Goed bezig. Wij zijn heel lekker bezig. Dat ik kan wel. Of we moeten die. Ja, zo. Zo. Gaat het. Oh, waarom is het allemaal zo moeilijk dan, hé? Is dit goed? Dit gaat best prima. Oké, ik zie daar een goede gangetje. Ja, ja, één moment. Eén moment. Eén moment. Kijk, deze gaat nu. Deze kan nu. Ja, deze gaat nu hier naartoe. Bowser is er maar druk mee, hé? Daar heeft die Bowser niet voor getekend. Die Bowser wilde alleen Cursa verslaan. Dan moet hij allemaal puzzels gaan oplossen opeens. Kan die groene nu. Die groene nog even erin maaien en dan is de puzzel klaar. Hoop ik. Nee, dan is die klaar. Klopt, precies. Boom! Bokka. We zijn wel lekker. Bam! Oké, volgens mij gaan we nog steeds goed, hoor. Ik zie nog steeds muntjes, dus zolang we muntjes blijven volgen, gaat het goed. Ik denk dat we daar naar boven moeten. Oh, hier, het trapje van naar beneden donderen. Zo, hoppakee. Als we staan dat te vallen. Ja, kijk! Dit is hem. Ik denk dat dit wel een lastige battle wordt. Slijm in de immerbloei. Daar gaan we, let's go. Wat moeten we hier allemaal doen? We moeten iedereen verslaan. Maar dat zijn nieuwe basis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoeveel zijn het er dan? Zo. De knallerpu. Schokaanval. Die schokaanval vind ik altijd zo sterk. Dat vind ik echt niet normaal. Jij dan? Doe eens. Kijk, ja. Dit is gewoon... Boom. Dit is gewoon helemaal niet leuk voor diegene. Kijk, en dan gaan we... Misschien niet dit wel perfect. Even kijken hoe we dit gaan regelen, guys. Met die stortes. Want, dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En Bowser die zit nu helemaal klemje. Luigi gaat gewoon even hier de hele zooi afmaken. Hup. Luigi die doet het hoor. Let op. Luigi die doet het erom. Klaar. Yippie. Die is helemaal gek geworden. Huppakee. Die Bowser die is zo ontzettend gek, hè. Die Bowser die is zo ontzettend gek, dat is echt niet normaal. Wow, Luigi heeft er maar geen last van. Misschien dat ze met een vlammetje doen, dat het dan wel effect heeft. Ze moet. En een fik gewoon met die handel. Oh, die Bowser heeft last, jongen. Bowser, kom eens even hier, jongen, want jij bent allemaal weer lijp aan het doen. Een drukke genoeg voor jou. Luigi weer geen baas. Luigi is een baas, hè? Ja, Luigi is een baas. Kijk, fantastisch. Hey. Oh, jongen. Louis, je moet even... Louis, jongen, wat ben je nou doen, nou, jongen? Ik zou Bowser op die... Bowser moet gewoon even hier maaien. Oh, dat is een vies 1-2'tje werd hier even gezet. Wat doe je nou? Dat is toch prima? Jeetje, hij gaat niet af, hè? Nou, let op. Ja, inderdaad. Gaat wel gewoon af, hoor. Maak je maar niet druk. Nee, ik regel het allemaal wel. Ja. Vies gaat het gewoon regelen. Bam, klaar. Gigatje, ga eens even weg, jongen. Ga eens even weg. Nu gaan ze dus focussen daarop. Let op, dan gaan ze daarop zitten maaien, zie. We doen hem zeer, jongen. Oh, wat doet Pies nou dan? Oh, Piesje kreeg tikken. Waarom deed hij dat? Ja, hij deed zo opzuigen dat je zo helemaal naar die gek toe kwam. Ho, zo heftig. Dat is echt verschrikkelijk. Kijk. Hoe dit allemaal gaat, moet je kijken hoe dit allemaal gaat. Hè. Klaar. Peach, goed gedaan meid. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik ga deze gasten niet van vier neerzetten. Gigatje is klaar. Spullen pakken jongen en wegwezen. De groeten. Ja, dit is perfect. Die gaat hier gewoon hier zo zitten. Hoppakee, pas. Luigi jongen ook, hè? Luigi is echt zo gek, jongen. Redt hij dat? Redt hij dat? Ja. Tuurlijk! En nog een tackle erbij, of kan dat niet? Nee, maar dit wel. Hoppakee, Bokka. We hebben ze verslagen, guys. We hebben ze verslagen. Lekker, nou, weg ermee. Dit was ook niet zo heel spannend. Niet zo heel spannend, nee. Vond ik ook. Maar easy, goed gedaan. Zie je die reus
je bijna. Wat is dit, Chauffeur Lijpo? Wayo! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat vindt die Luma? Kijk dan. Is dat een spark? Dat is volgens mij een sparkjager, hoor. Nee, dat denk ik niet. Zijn je vrienden? Ben jij de grote geest van de immerbloei? Het spijt me zo, zoetje. De droge lucht sloeg op mijn keel. Ik ben Liedebij, de wachter. Sprenkel, kom eens even bij ons dan, jongen. Kijk, hij gaat denk ik erin. Ja, hij gaat erin. Boom. Nog één. Brrr, sonische krachten verbeterd. Ik snap waarom je hem Sprenkel noemt. Hij heeft me een spetterende upgrade gegeven. Sprenkel zal de plantscheuten voeden die jullie naar het treinstation leiden. Vanaf daar kun je naar de Gutsberg toe. Oké, Drop Army, dat was de video. We zijn dus bij Liedebij gekomen. Onze robot, onze bbiep, is geüpgrade. Dus we gaan nu richting het treinstation om ervoor te zorgen dat de duisternis uit Terra Flora verdwijnt. Super nice dat jullie gekeken hebben. Jullie zijn echt toppers. Blijf de serie volgen. Blijf op die dikke duim omhoog knallen. En vergeet onze winactie niet als we 750 abonnees hebben. Knallen wij Pokémon Scarlet en Violet 2 keer eruit voor jullie, onze kijkers. Super nice dat jullie gekeken hebben. Wij zien jullie in de volgende... Muscle!